Yes, what's up jongens, welkom bij mijn nieuwe aflevering van 2002. Ik ben super hyped en jullie gaan super lekker op ons YouTube kanaal. Dus dankjewel daarvoor jongens, ik ben echt zo blij. Abonnees schieten omhoog, kijkcijfers gaan goed. Dus ik ben super excited om natuurlijk deze video weer voor jullie op te nemen. Jullie gaan los in de comments. Oh, wat hebben we gedaan met de achterbumper jongens? Wat hebben we gedaan met de achterbumper? Ik vind dat alles zo lelijk. Nou, in deze aflevering gaan we dat voor jullie oplossen. We gaan namelijk een dikke achterdiffuser maken voor onze race Honda Civic. Want hij is dus behoorlijk kaal achter. Dat hebben we wel gemerkt. Tuurlijk zien wij dat ook. We zijn niet blind. En aangezien het een lichte raceauto is, duw hem zo naar voren. Tegen de Lambo aan. Fijn zo'n spoiler. Nee, maar we missen dus behoorlijk wat zoals jullie zien. Want we hebben de bumper dus afgezaagd voor de helft. En dit is eigenlijk ook voor de aerodynamica heel erg goed. Dat zeg jij goed. Want normaal in de racerij zorgt een achterbumper eigenlijk altijd voor een parachute effect. Daardoor presteert je auto eigenlijk slechter dan hoeft. Want ja, de parachute zorgt ervoor dat er weerstand gecreëerd wordt in de auto. En dat wil je niet. We hebben natuurlijk de bumper afgezaagd. Ja, we hebben natuurlijk nooit durven dromen dat RK Custom Exhaust voor zo'n dikke uitlaat zou maken. En dat vult natuurlijk ja, de ruimte wel goed op. Alleen wat er nu nog mist is een mega dikke diffuser. Dus die gaan we straks maken van eerst karton. Gaan we kijken wat mooi staat. En als we dat in orde hebben, gaan we het maken van polycarbonaat. Ook hebben we ook genoeg andere onderdelen binnen. Onder andere een mega dikke, echte neppe carbon voorgril. Deze komt als het ware zo erin. Dus ja, dat geeft hem al straks een hele boze look. En, deze leg ik even op de motorkap. En hebben we dikke kanaars binnen. Want deze gaan we straks op de auto zetten. Niet daar, maar... Daar, zoals je ziet, ze passen nog niet, dus ja, genoeg dingen om te doen vandaag. Ja, en we hebben nog iets nieuws gedaan, hebben de kijkers nog niet eens gezien. We hebben namelijk het interieur hebben we bekleed. Yes. We hebben de hele voorkant voorzien van geluidsdempende matten. En daarnaast zijn we gewoon naar de carpet ride geweest en hebben we een soort van vloermat gekocht. Wat super weersbestendig is, toch? Wat eigenlijk gewoon best wel goed tegen vocht kan als je in en uit stapt. Hebben we de hele bodem van de auto mee bekleed. En dit geeft hem niet alleen een afgewerkte look, maar isoleert hem ook nog eens een stukje meer, waardoor er minder geluid in de auto is. Ja. Kijk, dit weegt gewoon, ja, wat weegt het in totaal? Ik denk dat we 3 kilo hebben toegevoegd aan de auto. Eigenlijk wil je gewoon zo min mogelijk gewicht hebben in de auto, maar jongens... Je hebt ook gewoon wat comfort nodig in de auto. Als we naar evenementen rijden, zitten we gewoon gauw 1,5 uur, 2 uur in de auto. En dat kan niet met zoveel kabaal. Hiermee is het al flink gesust. Maakt het een veel comfortabelere auto en ik merk niet eens, als ik hard rij met die auto, merk ik niet eens dat ik eigenlijk zwaarder ben. Dus ja, in de comfort is je omhoog gegaan, in snelheid natuurlijk trager, maar dat merk je niet, want je hebt gewoon super veel vermogen. Over vermogen gesproken, misschien moeten we ook nog wel wat tweaken aan het vermogen, hè? Ja. Maar dat niet in deze aflevering natuurlijk. Maar ik heb er ontzettend veel zin in, want jullie rijden helemaal los in de comments. En ja, ook over de wrap natuurlijk, dat het niet... Dat nog steeds de bodykit best wel opvalt. Nou, dat weten wij. De wrap is ook nog niet klaar, jongens. Het design is nog niet af. Dit is niet hoe we het in gedachten hadden. Auto gaat nog terug naar het Duke design. Binnenkort daar meer over. Ik zou zeggen, genoeg gesproken. Waar gaan we mee beginnen? Met de grill, diffuser of... Maakt niet uit. We beginnen gewoon ergens. Alles moet gebeuren, dus let's go. Handig is als zo'n lip, dan kan je gewoon je boutje en je moedersje kwijt. Dan raak je het gewoon niet kwijt. Wat een wereld van verschil, jongens. Ik vind hem echt een stuk dikker zo, man. Jij? Ja, ik ook wel. Het lijkt nu echt wel meer op een drag-auto of zo. Ik weet niet, toch? Doordat het wat carbonachtig eruit ziet. Ja. Helaas is het geen echt carbon, maar hey, hij heeft wel de looks. En dat andere, ja, ik weet niet, dat vond ik er maar ouderwets uitzien. Ja, ik heb zo'n gevoel over dat mensen dit in de comments gaan zeggen. Ga je nou nep carbon op je auto zetten?
Ga je dan nep carbon op je auto zetten? Stuur me even wat echte carbon op dan. Want dit zag er echt zo ouderwets uit. Het leek gewoon echt, ja, uit de jaren 90. Maar ja, we gaan nu door denk ik met de canards. Aan de voorkant. Deze passen niet zoals gewenst. Dus we gaan ze afzagen. En we gaan ze straks ook glanszwart preppen. Want ja, dit vinden we niet zo mooi aan de zijkant. Als dit een beetje die carbon look heeft. Dus we gaan ze glanszwart preppen. Maar zoals jullie zien, zit er dus behoorlijke kier tussen. En om dit dus strak op die auto te krijgen, moeten we dit straks gaan zagen. Of slijpen, of hoe je dat ook mooi gaat maken. Dus ja, baantje, kartonnetje. Let's go. Ziet hij eruit als hij geprept is en met de 90 graden beugelstrop die we hebben gemaakt en met hele kleine boutjes hebben die vastgezet. Dan kunnen we ze nu vastzetten op de auto op de gewenste plek. Vind je ze mooi Daan? Ik vind hem echt dik geworden. Ja, dat moet nog blijken als ik straks in de auto zit. Niet dat ze het op de camera echt goed kunnen zien, maar... The much the better. Kijk hem nou. Ja, dat wordt hem. Nee, ik denk dat we doorgaan met de ruitenwisselbladen spuiten. Of de armen daarvan. En dan door met de diffuser. Lijkt me een goed idee. Kun je de originele positie aftekenen. Kijk, je kan hem altijd terugzetten op het oog, maar mijn voorkeur gaat toch naar originele positie. Komt ie? Het heeft 30 jaar vastgezeten en het komt er gewoon zo af. Lekker. En normaal heb je een Audi uit 2012 waar je gewoon achteraan voor moet breken, man. Dit is Honda kwaliteit, jongens. Ik hou ervan. Als gewoon dingen werken en gaan zoals ik dat wil. Maar echt een kwaal van de Honda Civics, toch? Dat het allemaal niet ver gaat. Ja, echt dat is wel een bekend fenomeen. Zoals ik net al beloofd had, gaan we ook aan de diffuser werken van deze auto. We hebben wel wat ideeën al opgedaan online. Maar natuurlijk moet het nog uitgevoerd worden. We hebben wat stukken karton weten te verzamelen. Best wel grote stevige stukken karton. Daarmee gaan we eerst de diffuser maken. En dan kunnen we hem ook weer uit elkaar halen. Alle delen hebben. En dan weten we precies hoeveel polycarbonaat we moeten kopen. Ik kijk ontzettend naar uit om dit stuk te fabriceren. Want het is best wel een groot stuk. En het kan de auto maken of kraken. Dus ja, wat vind jij ervan, bro? Nou, ik denk persoonlijk dat je kan duizend designs gaan bedenken. Ik denk dat wij gaan meer voor een aerodynamisch design. Zodat het wel functioneel is ook een beetje. We gaan lekker aan de gang met groot stuk karton. Heel veel karton. En dan komen we straks even met wat we hebben bedacht.
Even een kleine update, jongens. Wat wij hebben gedaan is, wij hebben even de contouren van de achterbumper gepakt. Wij willen dus de onderkant, waar normaal gesproken dat je reservewielbak zit, willen we helemaal dichtmaken. Dus dat je hier achter die bumper, dus totaal geen wind meer kan vangen. En dat kan je alleen maar doen doordat je dat dicht gaat maken. We hebben besloten dat dit deel, dus eigenlijk wat je aan de onderkant van de bumper gaat zetten, 2 centimeter, wordt het 2 centimeter? Ja, 2 centimeter. 2 centimeter gaat uitsteken. Dus hoeveel is dat op beeld? Even grofweg. Dus dat wordt niet te ver. Kijk, we kunnen eigenlijk ook gewoon zeggen, we doen 5, 6, 7. Het is maar wat we mooi vinden. Want hoeveel zou die uitsteken bij de white body kit dan? Hier? Ja, doe eens 2 centimeter daar. Ik denk dat het wel gewoon bescheiden is. Kijk, we kunnen ook gewoon 5 centimeter doen. Dus doe eens even 5 centimeter naar buiten toe. Vanaf de 10 gemeten naar hier. Is dat daar? Is het echt too much? Dat is echt too much. En dan valt je aanlaat ook in het niks. Dus ja, 2 centimeter gaan we even aanhouden, denk ik. En dan dus rekenen we hier 2 centimeter bij rondom. En dan hebben we in ieder geval het gat gedicht aan de onderkant. En vanuit daar kunnen we dus die diffuser gaan maken die dan onder de auto gaat komen. Met zijvlakken. Ik ben nog benieuwd. We weten nog niet helemaal het design. Maar ik denk als we zo straks bezig zijn, dan gaan we denk ik gewoon daar een luchtkanaalschacht, daar een luchtkanaalschacht. Alleen ja, de grootte moeten we nog even bepalen. Maar daar komen we straks bij. Ik zie Daniel heel vragen kijken. Nou ja, ik ben gewoon bedenkelijk aan het kijken. Want, het moet niet alleen mooi zijn, maar ook functioneel. Dus we gaan lekker door. Supergoed nieuws, RK Custom Exhaust. Jullie kennen hem al van onze custom uitlaat, jongens. Hij heeft een mega dikke supercar uitlaat voor ons gemaakt. Maar we hebben van de week dus een super gaaf pakketje van hem ontvangen. Dit zat erin. Hij heeft het helemaal met de hand voor ons gemaakt. Zien jullie dit? Hebben jullie al een idee wat het is? Ja, ik denk wel. Ik denk het ook. Ik zal even laten zien wat hij voor ons heeft gemaakt. Hij heeft namelijk een een soort van kap eromheen gemaakt voor onze uitlaat. Pas precies. Kijk. We zijn er alleen nog niet echt over uit of we hem gaan gebruiken of niet. Dat zei hij ook tegen ons. Het is helemaal aan ons wat we ermee willen. Maar ik vind dat hij eigenlijk de looks van zijn lastwerk dus helemaal weghaalt. Ja, want je hebt gewoon geen inkijk meer in hoe het allemaal in elkaar zit. Precies, en dat maakt het eigenlijk best wel zonde. Wij gaan dus de diffuser, kijk, het zou best wel dik zijn als je dus een diffuser eromheen zou bouwen. Dan laat eens even zien hoe het eruit zou zien. Als idee, hè? Als dus idee. Dit is niet. Kijk, als je die lastwerk je niet zou boeien, zeg maar, dan zou je hem heel mooi kunnen inboxen, om het zo te zeggen. En daarmee natuurlijk de luchtstroming nog meer gewoon te helpen. Alleen, dat doet die uitlaat gewoon te min. Ja. Of te min. En ja. Dus onze keuze gaat eigenlijk uit naar zonder die kap erop. Alhoewel, het maakt hem wel weer iets unieker of zo. Alleen zo heb je echt het idee dat het gewoon een rocket ship is of zo. Ik weet het niet. Precies dat. Ja, dus ik denk dat we hem gewoon zo gaan laten zoals hij nu is. Zonder die kap. Het is wel echt wel weer een stukje vakmanschap. Het is gewoon vol ijzer, jongens. Hij heeft hij gewoon bij elkaar gelast. Voor een ander ontwerp, toch? Misschien in de toekomst. Misschien wel, ja, wie weet. Dus ja, we gaan nu eigenlijk van die high finishes maken naar beneden toe. En we hebben besloten om aan de buitenkant dus grotere finishes te maken. En aan de binnenkant 2 kleintjes of 1 kleintje. Daar zijn we niet over uit. Maar, zullen we hier een lange doen en daar een korte. 2 lange en hier een korte. Dus let's go. We gaan gewoon snijden en doen en we zien het wel. Precies dat. Mag hier een stuk afhalen zo? Tuurlijk. Zijn, ja, we hebben de dame uit de race rijder weer bij. Want we kunnen wel wat tips gebruiken hoe we nou een echte raceauto bouwen.
Wat moeten we doen, Lies? Uitsteken. Lies, misschien kun je even aan de kijkers laten zien wat voor auto je hebt. Want we hebben het hele tijd over je raceauto. Heb je telefoon bij je? Nee! Heb je geen telefoon bij je? Oh, Robin is er ook bij, ja, dit is de manager van Lies. A.k.a. boyfriend, a.k.a. Laat me even zien, wat voor auto heeft Lies? Kijk eens jongens, is dat niet kicken? Maar dus hij rijdt officieel DNT, toch? Ja, en Time Attack. En Time Attack met die auto, ja dus jongens. Dus zij moet het weten, hij moet uitsteken. Hij moet uitsteken dus, ja. Oké, nou dat gaan we doen. En moeten we dan een groot spinnetje doen buiten en kleinere naar binnen toe? Of moet dat gewoon gelijk? Of gewoon kleiner? Wat zou jij doen? Even breder. Ja. Nou, dat maakt het wel makkelijk voor mij. Dan, maar dan hoef alleen maar 6 van die dingen na te maken en dan... Ja. Even kijken, 1, 2, 3 of zullen we doen 1 en 2? Nee, wel 3 per kant misschien. Lies? Ja, 3. Doe maar 3? Ja, speciaal voor de aerodynamica. Nou, en het gaat dit overtrekken, aftekenen en dan hebben we een mooie diffuser. Let's go! Zo. Anders moet je even aan Lies vragen of zij even onder de auto wilt liggen en even wilt vasthouden. Met wie jurk? Ja, ik snap het niet. Je komt naar een werkplaats in je jurk. Als een autoliefhebber. Als... Dat doe je expres, dan weet je dat je niks hoeft te doen. Nee. Dat is wel zo. Maar waar is je racekostuum? Heb je die niet altijd bij je? Je race maken. Nee. Kostuum. Racekostuum. Oh ja, dit moet trouwens recht. Die moet wel recht, ja. Nou, dus we gaan. Hoeveel gaan we er maken uiteindelijk? 6. Nee, je moet Robin vragen. Robin, hoeveel gaan we er maken? 4, oké. Okay. Okay, we kunnen altijd nog kleiner maken, groter maken, meer maken. Dus we gaan uit van 4. Oké, jongens, we hebben onze, ja wat zijn het, luchtgeleiders eronder gezet. Ik ga nu de auto laten zakken, kijken hoe het staat. Ik moet zeggen, ik vind het nog een beetje leeg aan de achterkant. En ja, let er niet op, sommige staan nog een beetje scheef. Maar dat komt natuurlijk omdat we hem hebben getaped. Maar, Lies, wat vind je ervan als race expert? Ik vind hem wel heel stoer. Oh ja, sorry. Maar ik ben het een beetje eens. Ja, wat toch? Alleen, ik mis wat eigenlijk. Ik denk dat misschien hier... nog eigenlijk zo'n strookje moet komen, zeg maar, dus, dat die wind nog echt letterlijk eruit komt. Ja. Eens? Ja, gaan we dat doen? Maar wel beter 2, omdat die uitlaat beter geworden is. Ja, dus niet ertussen, maar... Nee, maar doen? Gewoon zo. Links en rechts. Ja. Ja. Ja, hij is echt dik hoor. Echt heel dik. Vet dat hij zo'n paars puntje op hebt zitten, als het dan blauw wordt. Dat is wel grappig inderdaad, dus in die wrap. Oh, zo'n streepje. Dus als die wrap straks terugkomt in die diffuser zo. Dus die kleur komt ook daar. Dat is wel vet. Dus zwart met dat, jawel. Je kan Robin ook niet even laten kijken zonder dat hij zijn mening geeft. Maar ik ga je eerlijk zeggen. Nog een kleintje op de hoek. Nog een kleintje op de hoek. Ja, misschien iets langer, maar een kleintje op de hoek. En dan in het midden van je wiel. Hé, het is wel een goeie hoor. Ja. Ik zie weer net iets voller. Dus gaan we nog heel snel zo'n dingetje ertussen doen. Ja. En dan moeten we nog snel onze nieuwe ruitenwissers erop zetten. Want ja, ze zijn echt letterlijk nieuw nu. Misschien nog beter gespoten uit de fabriek. Ja, dat is echt zo. En, oh ja, de spiegels terugzetten. Want die zijn inmiddels ook droog. Dus een paar dingetjes, hè.
jongens, onze tijd zit er helaas alweer op. We hebben hard gewerkt vandaag om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Helaas is het niet gelukt om de tankdop af te maken. We zitten gewoon helaas op tijdsnood. Ja, dus bij deze hebben we natuurlijk de ruitwisserarmen gespoten. Onze spiegel is weer helemaal mooi zwart gemaakt. Onze kanar geplaatst. Oh, die gaan er ook nog iets lijps krijgen straks bij Duke Design. Daar gaan we het nog in een andere aflevering over hebben. En natuurlijk het grootste verschil en het tijdrovende wat we vandaag hebben gedaan is natuurlijk de diffuser die we hebben gebouwd. Oh jongens, wat is hij toch dik geworden. Ik ben er zo blij mee. Natuurlijk, zonder Lies en Robin was het niet zo geworden als het nu is. Want wij hebben geen hersens, wij kunnen dit niet bedenken. Dus ja, laat het in de comments weten wat je ervan vindt. Maar om een idee te krijgen van hoe die werkelijk wordt, ik vind hem wel super dik. Ja, dus voordat jullie denken dat het van karton blijft, het blijft geen karton. Maak je niet druk. Vooral niet commenten over waarom is het karton. Nee, het wordt binnenkort polycarbonaat. Is het een gehard soort plastic, nog harder dan plexiglas. Dus dat gaan we nog helemaal namaken. Nu we in ieder geval een idee hebben van hoe het wordt, kunnen we hem namaken. Dus dat komt helemaal goed, toch? Vergeet zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doe een duimpje omhoog als je ook vindt dat onze diffuser dik is geworden die nog niet helemaal af is. Maar we zien jullie volgende week vrijdag terug met nieuwe content. Zie je dan!